Ondertussen alweer editie 3 van Rondje Achteruit. Leuk dat je nog steeds kijkt. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe editie van Rondje Achteruit. Editie 3. We zijn gebleven in Den Haag. Koningskermis. We zijn een paar keer naartoe geweest. Maar de eerste keer dat ik naartoe ging... Ja, lekker man. Future Dance. Ach. Ja, kom ik weer met Future Dance. Ja, top. Maar ook World of Living Dinosaurus. Die zou daar in première gaan. Tenminste, zou de eerste keer geweest dat ik die kon zien en kon doen. Heb ik toen gedaan. Het was een attractie waar ik me erg over verbaasde. Want ik had het niet verwacht in die manier, op die manier. En ik had ook niet verwacht dat het zo zou zijn. Zoals ik nu zag dat het was. Klinkt vreemd, maar is wel zo. Het verraste me. Het was een leuk concept. Het was een nieuw concept. En ik verraste me over het niveau van de attractie. Ik vond het erg leuk. Erg leuke zaak. Ik heb dat toen vaker gezegd. Ik zeg dat nu steeds elke keer. Ja, mensen, dat wordt wel saai als ik elke keer hetzelfde zeg. Maar ik vind het echt een hele leuke familiezaak. Het was een nieuwe experience op de kermis. Experience, hey. Wat een toepasselijke grap, mensen. Want dat was namelijk de vorige attractie die Veldhuis had. Nee, echt een topzaak. En ik heb hem toen gedaan. Ik heb hem toen gefilmd. En wat grapjes erover gemaakt en zo. En het was leuk. Ook heb ik toen de Zanzibar gedaan. De nieuwe Das Omen. En we gingen daarna naar Giel. Tenminste, een poos later gingen we naar Giel. En Myron had dan gezegd, Pat, joh, ik zit een beetje moeilijk. Ik werk nou bij mijn ouders en in de pizzeria. En zit een beetje moeilijk. En ja, dit en dit en dit. Kan niet zo vaak mee. Maar daar ging Myron wel mee naartoe. Ja, het was een gezellige avond, mensen. Trillen gedaan. Shaker gedaan van de Tilo Sapiri. En het is altijd gezellig als Myron erbij is. Altijd. Wat een topgozer is dat. Ondertussen weten we natuurlijk allemaal dat hij bij Fusion en zo werkt. Dat doet hij volgens mij alleen in de periode buiten om het hoofdseizoen. In het hoofdseizoen werkt hij over het algemeen bij zijn ouders, dacht ik. Tenminste, ik dacht dat hij het zo zou doen. Ja, stop. Koningskermis Rotterdam. En Nostalgische Kermis in Roosendaal. Nostalgische Kermis in Roosendaal, die ik deed omdat ik het gewoon eens een keer wilde zien. Ik weet niet of ik dat elk jaar ga doen, maar ik wilde het gewoon gezien zien. En ik had onder de Calypso gezien en gedaan. Ja, wel gezien. Zo'n normale. Joyride was dat volgens mij. Die ik toen een keer tegen ben gekomen. Maar nooit gefilmd en zo. Nou, nu had ik dat dus wel de mogelijkheid voor om te filmen en om erin te gaan. En wat een zaak is dat, mensen. Heerlijk. De spin toen gedaan. Ook een leuke zaak. Heerlijk. Nog een poos met iemand staan praten. Het is ver weg familie van me. Niet zo heel ver weg, maar het is familie van me. Ook kermisfan, ja. De kermisfanschap zit een beetje in de familie. Die daar met de miniatuur stond. Er staan wel op meerdere plekken. Elke keer als ik nu tegenkom, dan praten we met elkaar even een babbeltje, weet je wel. En dat was mooi. Ik zeg, ja, vanavond ga ik nog naar Rotterdam. Nou, in Rotterdam aangekomen, ja, kutlijst. Ja, laten we gewoon eerlijk wezen, daar stond niet veel bijzonders. Het enige bijzondere wat er stond was een reactor. En voor de rest was het gewoon heel erg standaard en saai. Maar wel Fun Factory. En Fun Factory, daar stapte ik in en kwam de eigenaar. Ik kwam zo bij de uitgang en heel die rit gefilmd. En zei de eigenaar, zegt, hey, maar dat is wel gek als je er nou al instapt dat er nog niets klaar is. Dus ik een babbeltje mee gemaakt van, ja goed, dan kom ik nog maar een keer terug, weet je. Want ik wist het niet dat hij nog helemaal af was. Ik denk, hè, nieuwe zaak, instappen erbij zijn. Even testen. En ja goed, daar heb ik vaker wel contact mee met de poorten. En je ziet ook die zaak groeien. En als ik dan hoor wat die exploit allemaal van plan is, ook weer hetzelfde als bij Losse Cape Verde. Steeds blijven vernieuwen. Ja, dat is wel mooi. En ook daar weer had ik hetzelfde als bij die World of Living Dinosaurus. Het is iets nieuws, iets unieks. En het is gericht op kinderen. Erg leuke combinatie vind ik dat. En dan is het niet mijn smaak attractie. Maar dan vind ik het wel vet dat het heel erg gericht is op kinderen. En dan is het vet om daar de vernieuwing ook mee te maken. Het is niet een attractie waar ik 100% van geniet, maar ik vind wel bewonderend hoe de attractie eruit ziet en hoe die er steeds uit komt te zien. Verdomme, is dat ding weer uit. Het is niet te geloven. Dat doet hij elke keer nieuw. Kan ik weer terug gaan scrollen waar ik gebleven was. Jezus, Mina, daar word je ook een knijtertje partijtje gek van. Waar was ik gebleven? Dus die attractie gedaan en toen heb ik zo'n vlagje gekregen. Ik ben op zo'n vlagje over de kermis te kuttelen. Maar ik wilde er ook wat bijzonders, dus ik was teruggegaan op 4 mei. Ik wilde altijd een keer meemaken wat er gebeurde op de kermis als het 4 mei is en het dus dodenrekening is om 8 uur 's avonds. Wat gebeurt er dan? Ik ben van thuis af opgevoed met respect.
En dus ook met dat soort momenten. En ik sprak het thuis van, nou, ik wil dit gaan doen. Ik wil het weer meemaken, wat op de kermis is. Of nou echt alles stil gaat en zo. En of iedereen ook echt stil is. En hoe dat is. Gewoon een keer meemaken. Ik wil dat in beeld brengen. En toen had ik met Vincent afgesproken, nou ja, wij gaan dat samen in beeld brengen. En dat hebben we toen gedaan. We hebben het samen in beeld gebracht. En het was wel mooi, maar heel veel mensen hebben toch geen respect voor dit. En dat vond ik wel heel erg jammer om te zien. Toen kreeg ik ook het gezeik met, dat weten we natuurlijk ook nog wel, denk ik, de beveiliging. Want blijkbaar was er een regel, terwijl die regel nergens te vinden is, dat je op dat terrein van de kermis in Rotterdam niet mag filmen. Tenminste, geen mensen mag filmen. Ja, ik zeg, ik ben een bekende YouTuber. Ga hier maar een beetje rond bij de exploitanten. Ik weet zeker dat exploitanten tussen zitten die mij kennen. En ik zeg, ik film gewoon de kermis. Ik doe dat overal. En ik ben niet van plan om mee te stoppen. Ben ik ook niet. Volgende keer als ik in Rotterdam ben, doe ik het gewoon weer. En dus heb ik ook gezegd tegen hem. Ja, maar je mag niet filmen. Ik zeg, jongen, ik ga gewoon filmen. Dus dan sluit je me maar op het politiebureau of zo. Maar ik ga gewoon filmen. Ik ben ook gewoon doorgegaan. Maar ik vond het een beetje een vreemde actie. Vind ik ook vreemd. Dat, nogmaals, ik kan daar nog steeds niet goed tegen. Want luisteren wij kermis-YouTubers. Wij proberen, en dat is, ondanks dat ik niet altijd positief ben geweest over een taxi. Wij proberen wel onze hobby te filmen. En daar maken wij reclame mee voor de kermis. En als je dan dit soort beveiligers tegenover je krijgt. Nou, dan zou je ze liefst een knal voor smoel willen geven. Want die horen juist aan de kant van de YouTuber te staan. Van de kermis-YouTuber. En aan de kant van de exploitant. Want in feite staan wij ook aan de kant van de exploitant. Ondanks dat ik wel eens ruzie heb gehad met de exploitant. Staan we wel aan de kant van de exploitant. Wij proberen het wel altijd nog wel in beeld te brengen. En wat dan de kijker ervan vindt, moet hij zelf weten. Maar we proberen op onze eigen manier proberen wij de kermis te laten zien. Dus dat is gewoon reclame. En ook negatieve reclame is positief. Is gewoon reclame. Dat feit bij gewoon. Keulen en Aken op één dag. We hadden het jaar ervoor, wilden we het al doen. Toen kreeg ik natuurlijk die autopech. Weet je dat nog, mensen? Dat is al een jaar ervoor. Vaste kijkers weten dat wel. Maar nu ging het dus wel door. Ja, mensen, twee topkermissen. En Keulen natuurlijk met onder andere... heerlijke Olympialooping. Maar we zaten ook met het probleem dat we chaos niet konden doen. Tot die tijd ongeveer. Nou, nog iets langer denk ik. Want chaos had natuurlijk dat gezeik met die gondels. Die gondels met die heupbeuls kwamen er niet doorheen. Kwamen niet door die keuring heen. Terwijl die dat heel graag wilde doen. Nou ja, toen mensen had tegen mij gezegd. Pat, weet je wat een goede Efteling is? Rocket van Hartman. Dus wij naar Keulen ook voor even die Rocket gedaan. Rocket moet ik zeggen. Maar ik vond hem helemaal niet zo super goed. Ik vond hem wel mooi en het was ook waren wel goede ritten. Maar het was niet wow. Het was niet dat hij beter was als menig andere Efterburner. Hij was goed. Heel goed. Maar heel veel Efterburners waren goed. Maar het was wel een lekker ritje, mensen. En ik weet nog goed dat ik daarin stapte. En dat maak ik vaak mee, ook bij Nederlandse exploitanten. En dan moet ik stiekem om lachen, want ik vind dat stiekem gewoon sneu. Ik heb natuurlijk chaos heb ik op mijn shirt staan. Ja, mijn favoriete attractie van Nederland, mensen. Dus daar mag je ook mee te koop staan. Dus ik stap die Rocket in. En ik weet nog goed, die werknemer die wilde die beul dicht houden. Die ging eerst. Ging die zo staan kijken van, wat is dat nou, die gozer? Die zit in deze Efterburner. Maar hij is fan van de chaos. En welke Efterburner is dat nou? Nou ja, als je één keer instapt, dan weet je dat het de beste is. Nee, mensen, laat ik dat nou niet te vaak zeggen, want heel veel exploitanten ergen zich daar ontzettend aan dat ik zo'n groot fan ben van de chaos en Futurenance. Ja, mensen, zo ben ik gewoon. Ha, dat ben ik. Hallo, ik ben Patrick. Patrick H. Ik ben zo. En dat heb ik heel vaak meegemaakt, dat exploitanten van een andere schommel zitten zo te kijken van, wat is dat nou, chaos? Ja, dat ik chaos op mijn shirt sta, hoeft niet te betekenen dat ik ook niet graag in een andere schommel stap. Ik ben Efterburner fan, maar er is eentje die er bovenuit steekt en dat is de chaos. Ja, zo is het. Ook dat is weer de verandering van de toekomst, van de toekomstige kermis, van de tegenwoordige kermis. Dat exploitanten het niet meer kunnen hebben als je met een concurrent op je shirt om zijn shirt loopt. Dus in feite moet je eigenlijk een unieke zaak op je shirt donderen. Waar er maar eentje van is. Ja, mensen, zo zit ik niet in elkaar. Want ik wil gewoon de beste. Mijn favoriete attractie wil ik op mijn shirt hebben. En dat is ook de reden dat ik chaos op mijn shirt heb. Maar dus dat maak ik heel vaak mee dat exploitanten denken van, wat doet die hier? Ook wel eens exploitant die naar me toe zou komen en zegt, Pat, ja jongen, ik weet dat je goed woont, ik weet dat je, en er staat een schommel, waarom zit je nou weer over die chaos te zeiken? Dat is ook voorgekomen. Ja, dat is gewoon zo, dat is niet anders. Ik ben gewoon chaos fan, dat heb ik toen ook uitgelegd aan de kassa en toen was het allemaal oké. Maar dat is wel het tegenwoordige dingetje, exploitanten worden heel snel
boos of raak geprikkeld omdat er iets gebeurt op YouTube of noem maar. En dat is jammer. Dat is jammer. Drie koningskermis op één dag is, ja, is ook een verhaaltje zit daar aan. Want ik vind de breakdance van Leek vind ik een goede breakdance. Ik vind dat daar goede ritten weggegeven worden, variabel. Alleen in een breakdance stappen zonder spinnen. Even kijken hoe lang. Ja, kan nog wel eventjes. Ik kan hier nog even over praten. In een breakdance stappen zonder spinnen is voor mij niet meer de ultieme kick. Nee, ik krijg veel meer kick als ik zit te spinnen. Dus mijn voorkeur is ook lekker spinnen in een breakdance. Dus ik in breakdance Leek. Hup, ik denk gelijk. Drie voor de. Wat was het? Vier halen, drie betalen. Ik denk, doe het gelijk. Hoppakee. 4 voor €10. Gelijk gedaan. Want ik denk, goede breakdance. Heerlijk, lekker een paar rondjes spinnen. Heerlijk. Dus ik de eerste rit. Hoppakee. Dus, dit verhaal heb ik ook uitgehangen. In de WhatsApp groep. Ik in die. Zo, het is al laat trouwens. Dat even tussendoor. Ik in die breakdance en ik zit er lekker. Handje daar en handje daar en yes. En ik, neusje komt er buiten. Hup, hup, en in de spin. En vol in de spin, hè. En ik, ja, ik hoor er één keer onder mijn hork. Tak! Ik denk, nou, dit kan of toeval wezen of het is om mij te fucken. Of we hebben de zoveelste breakdance in Nederland met een spinverbod. Dus ik denk, nou, ik wil het even kijken of het toeval is, ja of nee. Dus ik voel een neusje naar buiten, voorhangen, ja, in de spin hebben. En hup, vol in de spin weer. En ik hoor weer onder mij, hoor ik, tak. En ik vloek me daar toch een partijtje niet te geloven. Want toen wist ik zeker dat het waar was, dat je daar ook niet meer op spinnen. En we hadden smiddags al kapel aan de IJssel gedaan. En dat is tot 7, wat... een goede breakdance is, ligt er wel aan wie achter de knoppen zit. Maar dan mag ik ook niet meer spinnen. En ik had daar de keuze gemaakt, ook omdat er een hele hoge ritprijs was, om hem toch even over te slaan. Want ik wilde die eigenlijk ook doen. Maar dan mag je dus ook niet spinnen. En toen had ik dus de tweede breakdance op één dag te pakken, waar je ook niet meer mocht spinnen. Waar ik speciaal voor naar Woerden was gereden, om die breakdance te doen, om erin te spinnen, omdat ik een goede breakdance vind. Maar toen werd het dus even wat minder. Nou, toen heb ik mijn kaarten verkocht voor iets minder geld aan omstanders. En ben ik direct de trein ingestapt richting Den Haag. Want dat was de laatste kermis die we nog sowieso op het programma hadden staan. Want ik zeg tegen Vincent, dat was er toen bij. Ik zeg, jongen, we gaan naar Den Haag, want daar mag je tenminste wel spinnen. Toen hebben we nog even een paar keer Fusions gedaan. En toen hebben we heerlijk gespind, mensen. Wat is dat jammer als dat overal door zou komen, het spinverbod. Ik weet dat er gewoon breakdance zijn wat mag. Ik hoop dat het zo blijft. Ik ben er alleen wel een beetje bang voor. Want als het echt aangetoond wordt dat het slecht is voor een breakdance, dan zal op een gegeven moment overal wel zo wezen dat je er niet meer mag spinnen. Nou ja, dan kies ik alleen maar de beste breakdancers uit. Nu selecteer ik ze nog van mag je spinnen ja of nee. En dan kijk ik naar de rit. Maar dan zal ik puur alleen naar de rit kijken. Is de rit aantrekkelijk om erin te gaan? Want hè, die luxe heb ik wel. Ik heb alles op beeld staan wat ik op beeld wilde hebben in Nederland. Dus ik hoef niet meer een attractie te doen dat ik per se op beeld wil hebben. Ja, de nieuwe attracties, maar de huidige attractie niet per se. Dus ik doe nu ook alleen maar attracties waar ik denk van, die geven kwaliteit weg. En dat is gewoon, ja, een luxe. Volgende editie wordt een rondje achteruit deel 4 alweer. Mensen, het worden veel edities dit jaar. Want ik denk al niet eens op een kwart ben van het jaar. En dan gaan we het hebben over allemaal andere dingen. Ik denk dat we het gaan hebben over Antwerpen misschien wel of zo. Fantasieland gaan we het ook even over hebben, mensen. Zometeen in het volgende... Nee, volgende week in het volgende deel van... Rondje... Achteruit. Tot dan. Laat je likken. Ik ga even wat drinken, want ik krijg een droge strot van. Want ik neem het allemaal tegelijk op, hè. Dat wil je niet weten. Sjeesje, Mina. Doei.